Duizenden kinderen stonden de afgelopen jaren bij de aankomst van de stoomboot met Sint-Nicolaas en zijn zwarte pieten. Met in hun hand een opgerolde tekening voor de goedheilig man en zijn trouwe pieten. Dit zijn tekeningen die de afgelopen jaren, en dan praat ik over geloof 40, 50 jaar geleden, in die tussentijd allemaal zijn verzameld. Aan de tekeningen is niet te zien welke van 40 jaar geleden zijn en welke van nu. Sint en Piet lijken dus tijdloos. Volgens een van de beveiligers hier in het Rotterdamse stadhuis zeggen deze tekeningen ook iets over wat Sinterklaas met kinderen doet. Je kan ook aan sommige tekeningen zien wat er in de kinderen omgaat. En dat is best heel mooi wat ze hier neerzetten. Er zijn ook een aantal schilders die zijn geweest van, was ik maar een kind, dan kon ik maar zo mooi schilderen als een kind. Dus want namelijk voor veel bekende schilders, wat ik me heb laten vertellen, is het ook een belangrijke inspiratiebron geweest. De tekeningen zijn nog te zien tot en met 1 december in de hal van het Rotterdamse stadhuis.